Koen, Vloedgraven. Tijdje geleden dat je voor de camera was. Maar je staat er. Ja, gelukkig weer. Hè? Ja. Gelukkig. En je bent even geblesseerd geweest, maar je bent gelukkig nu weer lekker fit, of niet? Ja, dat was één wedstrijdje. Dat was op donderdagavond dat ik voelde wat in mijn hamstring. Nou, via Edwin Sonneveld, onze fysio, goed overleg gehad. En hij zei van, ik neem je in bescherming. Dus één wedstrijdje niet. En zaterdag wel weer. Dat is wel weer prettig. Ja. Afgelopen zaterdag, nog even met je oude trainer gesproken, Roland ten Berge. Ja, hij was ook kijken bij Sneek. Dus toen sprak ik hem al wat langer. Ja, zaterdag was even kort. Maar hij was goed om hem altijd weer te zien, toch? Hij is een echte fan van jou, hè? Ja, ik hoorde hier en daar wel wat. Maar, ja, weet je, hij heeft mij ooit erbij getrokken. Ja, waar ik hem nog altijd dankbaar voor ben. Dus ja, dat is mooi. Dat is zeker mooi. Maar hij heeft ook altijd wel complimenten richting jou. En ik ben het voor een heel groot gedeelte met hem eens. Maar ik denk dat je zelf ook wel redelijk kritisch bent op je eigen spel. Hè? Dat zie ik zo nu dan wel eens aan je lichaamstaal. Ja, weet je, deze trainer die is daar ook veel mee bezig. Hij zegt van, als jij niet te kritisch bent, dan kun je gewoon nog veel meer. Maar ik ben zelf van mening altijd, als je altijd eerst naar jezelf kijkt, dan word je alleen maar beter. Ja, soms laat ik dat te veel zien in mijn lichaamstaal, klopt. Kopje naar beneden, schouders naar beneden. Maar ja, weet je, als je dat iedere dag doet, dan kom je er sterker uit, ben ik van mening. Ja, zeker. Ik vond je zaterdag heel erg goed in het balletje veroveren. Vond ik echt heel erg sterk, controlerend. Maar ze nu dan ook weer die foutieve passes. Hoe komt dat? Zie je niet goed de kleuren of zo? Nee, dat is totaal niet. Weet je, die intentie is altijd om de kleur of om de bal bij een speler van DWS te krijgen. Ja, anders zou je niet geen basis staan, denk ik. Maar ja, we staan met z'n tweeën op middenveld. Dus die bal veroveren, Octa en ik moeten strijden op het middenveld. Dat snap ik wel. Maar ja, aan de bal. En misschien is dan net die ene paas die je ziet. Maar over het algemeen. Kijk, het zijn risicovolle passes. Dus de intentie is gewoon om iemand of 1-op-1 te zetten of vrij voor de keeper te zetten. Ja, er zit meer risico in. Kijk, bij Hakim Ziyech zegt ook iedereen, die jongen die heeft zoveel balverlies. Nou, als het wel goed gaat, dan scoor je bij wijze van spreken. Ja, precies, dat is zo. Voel je soms een beetje eenzaam op dat middenveld, samen met Oki? Soms duurt het net even wat te lang voordat een van de verdedigers meeschuift. Heb ik zo het idee? Wat vind jij daarvan? Ja, het is niet zozeer dat de verdediger mee moet schuiven, want die moeten altijd in de organisatie blijven. Want op het moment dat Jeremy, Basiel of Frank uitstapt, dan komt er ruimte in hun rug waar andere spelers in kunnen duiken. Dus dat willen we eigenlijk zoveel mogelijk intact houden. Het is wel dat Octa en ik graag een aanvaller erbij willen hebben, zodat de linie net wat compacter staat, waardoor wij in een iets minder grote ruimte spelen. Maar tot op heden lossen wij dat prima met elkaar op en we winnen wedstrijden. Jullie winnen inderdaad wedstrijden. Ook als je even wat minder speelt, is het toch DVS 33 wat boven komt drijven. En waar heeft dat precies mee te maken, denk jij? Ik denk met het doel wat we voor ogen hebben. Er zit goede focus in de groep. Ervaren spelers die iedere keer... Kijk, ik speel hier nu 4 jaar. En er zijn jongens die al langer spelen bij DVS. Ook mensen die meer ervaring hebben. Dus al met al hebben we onze ogen de goede kant op. En dat zorgt dat we inderdaad wedstrijden winnen. En heeft dat ook een beetje te maken met teambuilding? Dat jullie echt, ik heb het er met de aanvoerder, bij Basiel heb ik het er natuurlijk ook over gehad. Voel jij dat ook zo? Jawel. Wat er wel vaker gebeurde was, maakte het veel persoonlijke fouten, weet je wel. Dan wanneer een bal gewoon weg moest, wilden we voetballend oplossen, waardoor we toch weer die goal tegen kregen. En wat ik zeg, die focus die is er nu. We willen gewoon alles over de streep trekken. Dus dat gaat goed tot op heden. Nou, hebben we in het verleden fantastische wedstrijden gezien van DVS tegen VVOG, maar de laatste paar waren moeizaam. Hoe gaan we dat oplossen, Koen, zaterdag? We hoeven niet op te lossen, want we gaan gewoon winnen zaterdag. We komen niet, we spelen hier thuis. Dus VVG, die zijn van ons. Ja. Oké, wij wensen je heel veel succes in de voorbereiding naar zaterdag toe. De spanning begint wel toe te nemen. Koen. Ja, het is altijd een mooie wedstrijd hier. Veel mensen, veel publiek. Daar wil je voor spelen. Kijk, dat is een grote vereniging.
Dus ik hoop dat er veel mensen ons komen steunen dan. Oké, dat hoop ik ook. Hey, bedankt. Ja, dank jullie wel.